Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. De vorige aflevering hebben we lekker geëxplored, daar gaan we een klein beetje mee door. We hopen straks vlakbij Gryffindor Tower te kunnen komen. Want dat zou betekenen dat we een van die moons alvast even kunnen gaan pakken. Nou, er zou hier vast een gobstone liggen als je... Oh nee, want die heb ik hier net gepakt, tenminste de vorige aflevering. Maar blijft hij dat helaas zeggen. We gaan in ieder geval al die vuurtjes even af. Nou. En natuurlijk die dingen. We gaan verder naar boven. Ah, er zit weer zo'n ding. Vijftien plus 2 is 17, is plus 6. Dat zou dan salamander zijn. Dus nummer 1 is salamander. Die is daar. Yo, jij bent salamander. Ja. Dan hebben we die. Dat is 3 plus 9 is 12. Plus 7 is dat rare ding. Dit zou moeten zijn. Yes. God damn it. We zouden betere handschoenen gekregen moeten hebben. Net al, of de vorige aflevering. Dus die equippen we sowieso. Die gaat toch niet zoveel opleveren, dus die doen we mooi weg. En die doen we niet zichtbaar. Zo. Ah, en we krijgen een slechte glas voor terug. Let's go. Ik heb elke keer de Revelio en de... En de startknop, dat pak ik elke keer, denk ik dat het hetzelfde knopje is. Moeten we eigenlijk even kijken, want we zitten niet op het hoogste niveau, maar wel bijna. Laten we eerst het hoogste niveau er even bij pakken. Ik denk namelijk dat daar niet heel veel meer te doen is, behalve een scrolletje of zo. Nee, helemaal niks. Oké, duidelijk. We hebben het hoogste niveau in ieder geval gehad. Dan gaan we even kijken wat hier te vinden is. Uiteindelijk komen we op een hoger niveau, maar dan van de buitenkant. Och, er is weer gear. Moet binnenkort weer wat gear gaan verkopen. Die was sowieso slechter, maar die kan ik wel goed verkopen waarschijnlijk. Heb ik een Huey Scarf erbij gekregen? Nee. Of wacht, die heb ik erbij? Nee, die is niet goed. Kijk, die scarf is wel beter. Oh, hier zou dan een gobstone moeten zitten als je het hier zegt. Oh, daar. Die zijn altijd fijn. Hier nog. Natuurlijk. We hebben een goede scarf gekregen. Die gaan we ook zeker gebruiken. Oh. Slechte cap, maar we kunnen hier wel naartoe. Dat is fijn. Hopse flopse.
Better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Waar de fuck is, wat de fuck is dit? Oh wacht, hij had het over gobstones, die moet hier dan ook zitten. Ook wel even goed op blijven letten. Is hij het hier ergens? Better keep an eye on high places around the school. Oh, hier ben ik natuurlijk al geweest dus straks. Oh, eerst even hier binnen kijken, want hier ben ik helemaal nog niet geweest. Wow. Hey, ik zie een dobstone. Ik ga die grote lange gang even volgen zo meteen. Daar ben ik up to. Even kijken, wat is er hier allemaal te vinden? Revelio. Dat is een level 3 lock, dat is niet fijn. Dat is een level 2 lock, dat is ook niet fijn. Interessant. De Headmaster's Office Gargoyle. Nice. Daar kunnen we nog niet heen. Dus dat is wel sad. Laten we eens even kijken of we naar de Faculty Tower kunnen komen. Als het goed is, is Gryffindor Common Room in de buurt van Faculty Tower. En dat betekent ook dat de wc's daar in de buurt zijn. En daar is een gargoyle ding. Ik hoop dat ik het nog een beetje herken, anders wordt het een feest. Het zou hier dus in de buurt moeten zijn. Hier zou het in de buurt moeten zijn. Even kijken, White Witch. Passageway. Wat hier omhoog zijn dan? Ja, oké. Het was hier in de buurt was het in ieder geval. Bij de toiletten in de buurt. Hier kunnen we niet verder, hè? Nee. Oké. Het was hier in ieder geval in de buurt. Dus hier gaan we naar beneden. Nog verder, misschien. Oh ja, dat kennen we. Het is nu nacht, dus dat is alleen maar mooi. Er wordt gejankt. Hier zijn de toiletten. Hier is het ergens.
Dus. Nice. Oké, we hebben die demiguys in die orb in ieder geval kunnen pakken. Daar ben ik al heel erg blij mee. En toen ging ik hier naar buiten, geloof ik. Klopt dat? Oh nee, dit is nog niet buiten. Oh, hier ga je naar buiten. Ja, ja, ja. Over een hangbrug. Oké. Klein beetje laggy. Ah, dat is wat anders. Dat is niet interessant op dit moment. Kijk. Dit wel. En we zijn level 18, Otsevlot. Ah, hier zou dan een gobstone moeten zijn. Oh nee, die heb ik hier al gepakt zeker of niet. Oh nee, daar is er een. Dacht ik die al had. Nog één gobstone te gaan en hebben we alle gobstones van Shinobi. Oké, die hadden we al unlocked. Oké. Interessant. Laten we. Nu moeten we eigenlijk ervoor zorgen. Dat we. Bij die plek komen. Was dat niet bij de line? Potion Central Hall. Divination Classroom. Greenhouses. Ik wil eigenlijk heel even weten. Oh. Waar we moeten zijn voor die battle. Hoe heet het ook weer? Hogwarts Legacy Duel. Dueling. Place. Crossed Wands. Ja, ja, ja. Crossed Wands. Wand Club. Oh, Clock Tower Courtyard zou die moeten zijn. Oh. Clock Tower Courtyard. Nice. Nice. Well, eigenlijk hadden we eigenlijk een Mandrake moeten fixen, maar ja. Yo. Future champion coming through. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Look who's back! Ready to redeem yourself? Absolutely. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Okay, let's go. Come on, Akia.
So easy win. What a victory! You've won the tournament! Thank you. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Nice. Acquire a mandrake on the multiple enemies simultaneously. Kijk, dit is mooi, want even kijken, die hebben we als het goed is hier gemaakt. Dus die kunnen we allemaal even harvesten. En dan kunnen we ook meteen even wat Wigan Worlds gaan fixen. Oh. Jammer dat je die horklumps niet kan, die juice, dat je die niet kan farmen. Zo, we hebben de potions, nice. We hebben ook een mandrake nu. Oké. Oeh, we hebben een goede cloak nog. Gaan we nog even naar de cloak. Gear. Cloak. Deze, die is inderdaad beter. Die equippen we. Oh, deze is ook wel vet. Laten we deze aanhouden. Oké. Nu is het eigenlijk een belangrijke zaak om heel even wat te gaan verkopen. Want anders blijven we dat gezeik de hele tijd krijgen. Laten we naar Hogsmeade gaan. Eigenlijk moeten we kijken of we wat van die juices op een of andere manier kunnen farmen. Dat zou voor de Wigan Weld een stuk makkelijker zijn. Potions is hier. Come on in. Healing potions are a speciality here. Should you need any? Ik wil die graag verkopen.
Nice. I hope to see you again. Farewell. Ja, insgelijks. Om dingen te kunnen verkopen vind ik dat altijd fijn. Moet ik alleen eigenlijk heel even het dorpje uitlopen? Wat hier? Zo te zien niet. Moet het dorpje eigenlijk uitlopen en dan zorgen dat ik op toevallig even wat van die dingen tegenkom, van die enemies. Want enemies zorgen ervoor dat ik zo'n mandrake kan gebruiken. Hé, hey, dit is wel interessant. Fall damage? Nee, dat valt mee, gelukkig. Moet multiple enemies hebben. Ik denk dat we best die kant op kunnen lopen. Oh, ik zie daar multiple enemies. Nice. Kijk, nice, dat was de bedoeling. There's a victory that came none too soon. Zo. Ugh. Dus dat is ook gelukt. En als het goed is, als ik dan naar de quests kijk. Moet ik nu naar Herbology Class. Ja. Daar hebben we vast wel een teleport naartoe. Hogwarts map. Niet? Oh jawel, hier. Ik wou zeggen. Nice to see you, my young friend. Die kant moeten we niet op. Kijk. Rebellion. Hier is de Herbology Classroom. Kijk. Yo, my friend. How wonderful to see you again. Yo, yay. I've completed my assignments. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. Ja, denk ik ook, ja. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank Dat is aardig. Professor Hecate tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Okay. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Wingardium Leviosa! Nice. Kan ik die... Ja, zie je dan... Ah, oh, dat is top. Dan kan je het ergens voor gebruiken. Ah. Dat is top. Feel free to practice when done. Closer, here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. You're a natural. Whee! Duidelijk. Nice. Ik kan weer Guardium Leviosa. Rebellion.
Okay. Hey. Wingardium Leviosa. Interessant, interessant. Okay, nice. Rebellion. Verder niks interessants hier. Oeh, jawel. Een kistje. Die kistje willen we wel pakken. Oh, dat was niet zo'n goeie. Oké. Okay. Nice. Wat we de volgende aflevering gaan doen, zien jullie de volgende aflevering. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe dan heb je wel gezien. Graag de volgende keer weer. Adios, amigos.